Barbados is een van de best georganiseerde samenlevingen in het Caribisch gebied. Het land profileert zich als voorbeeldfiguur binnen deze regio. Dit zegt professor Jack Menke. We spraken hem in het kader van de Onafhankelijkheidsdag van Barbados, vandaag 30 november. Dus vanaf de politiek tot hun instituten die eigenlijk de economie draaien, hun culturele instituten. En ze hebben een hele goede overstap gemaakt van koloniale landbouw, want dat was, zij waren het centrum, een van de centra voor landbouw, productie, ananas, schapenteelt, maar alles en nog wat, naar toerisme en industrie erbij. En daardoor is Barbados eigenlijk een van de rijkste landen geworden, de rijkste samenleving van het hele Caribisch gebied. En denk ik dat ze nog steeds tot de top drie samen met Aruba en de Bahama's behoren. Menke zegt dat Barbados gezien kan worden als een van de pioniers in de Caraïben die de lat hoog heeft gelegd met bijzonder sterke instituten zoals de University of the West Indies. Menke vindt dat Suriname een hechtere samenwerking moet aangaan met Barbados om de industriesector op te krikken. Ik denk dat Suriname heel veel kan leren van Barbados, omdat hun handelsrelaties zijn veel sterker. Ze hebben hun economie misschien veel meer dan Suriname kunnen diversificeren. Ze draaien niet op natuurlijke hulpbronnen, een beetje zoals wij. Barbados wordt een republiek en is dan weer een voorbeeld voor een heleboel landen in het Engels sprekend Caribisch gebied die nog steeds dus de Queen of England als hoofd hebben. En dan heb je natuurlijk, wat ook heel belangrijk is dat Barbados nu een vrouw heeft als eerste president. Weet je, Mason is een vrouwelijke president. Maar ze hebben dus ook een premier. Ik dacht de eerste vrouwelijke premier sinds 1918, toen de vorige premier kwam te overlijden. En de premier die ze nu hebben is werkelijk een persoon die het gezicht van, denk ik, het Caribisch gebied heel sterk is gaan bepalen. Omdat ze bekend staat als een verschrikkelijk sterke vrouw. Menke zegt dat de premier van Barbados zich niet alleen regionaal sterk maakt, maar over de hele wereld respect afdwingt. Het feit dat twee vrouwen aan het roer zijn, is volgens Menke ook een teken aan de wand, omdat veel Caribische landen er nu aan werken om meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen.